Hallo allemaal, welkom bij de eerste video van Yummy in My Tummy. Vandaag ben ik te gast bij Inge, bakken met Inge. Ja. En we gaan een glutenvrije taart bakken. We staan ook buiten omdat het zo lekker warm is. Dus nu gaan we snel beginnen. Nou, we gaan dus vandaag een chocoladetaart maken. En de ingrediënten die je daarvoor nodig hebt zijn... 6 tot 7 eetlepels cacao. Een half cupje met kokend water. Dit is dit cupje. Yes. Als je meer nodig hebt, is vanillesuiker en baking soda. 3 eieren. Een snufje zout. Dat is een halve theelepel. Yes. Dat is dit ongeveer. Als je dit hebt, is het natuurlijk super handig. Ja, en anders dan doe je het gewoon een beetje op de gok. Is niet zo heel erg. Nee. En je hebt natuurlijk olijfolie in plaats van boter. Dat is ook beter. Yes. En kristalsuiker. Dat is ook altijd goed. Je kan ook, wat gooi je nog mee gebruiken? Witte bastardsuiker kan ook, maakt niet uit. Als het maar gewoon een witte suiker is. Ja. Dus kristal of bastard, maakt niet uit. En het belangrijkste ingrediënt is natuurlijk glutenvrije bakmeel. Dat is amandelmeel. Ja. En ja, dat waren eigenlijk de ingrediënten. Yes, dan kunnen we aan de slag. Go. Nou, dan kunnen we dus aan de slag. Yes. We gaan beginnen met, even spieken op het recept. Verwarmde oven voor, dat hebben we gedaan. Die staat binnen te verwarmen. Vet een springvorm in. Yes, dat is deze. En wij zijn heel lui. Wij hebben bakspray, dus we vetten hem niet in. We sprayen hem in. Die is helemaal klaar. Die is prima. Dan. De cacao en het kokend water bij elkaar. Dan gaan we eerst even water koken. Ik heb hier gewoon de waterkoker staan, lekker makkelijk. Dus die zetten we even aan. En dat is die halve cup, dus dat is... Ja, dus die doen we dadelijk in de cup gieten en dan kunnen we het afmeten. Dan hebben we... 6 tot 7 eetlepels cacao poeder, die mogen in dit leuke bakje. Tepel. Dus ongeveer iets meer dan 6, want Mirt heeft een beetje grote scheppen. Zin in cacao. Nou, dan zijn die cacao is dus helemaal prima. Dan moeten we even wachten totdat het water kookt. En dan gaan we die met een vork, die ik nog even moet pakken, door elkaar roeren. Wil je nog zo'n bakje meenemen? Ja, op de aardig. Dan is het nu tijd om de suiker, olijfolie en de eieren in de grote kom. Mijn baby, de kitchen, eh? Tot een luchtig beslag op te kloppen. Dan beginnen we met 1 cup fijne kristalsuiker in de kom. Doe die even omhoog. Yes. Kunnen we de kom er even uithalen? Dus iets makkelijker. En dan de suiker. Dat wordt, even kijken, 1 cup, ja. Dus is één die grote. Deze. Ja. Dit duurt best lang. Ja, dit gaat lang. Zal ik hem even schudden? Ja. Zal ik even schudden? Ja. Oh shit, we groeien met suiker. We krijgen visite, hè? Oh. Sorry, ik gooi het in je schoen. We hebben dus 1 mooi afgestreken volle cup suiker. Die gaat in de kom. Yes. Dan gaan we daarbij eventjes kijken. 2/3 cup olijfolie. Dus dan heb je 2 keer die van 1/3. Yes. En vol. Zal ik hem weer even vasthouden? Ja, is goed. Is wat makkelijker. En de 3 eitjes mogen erbij. En dan gaan we dit voor zo'n 3 minuten op standje 8 in de KitchenAid. Dus gewoon een flink tempo kloppen.
zodat we een luchtig beslagje krijgen. Dus hij gaat nu op standje 8 voor 3 minuten. We are waiting. Yeah, yeah. Maar je ziet al dat het een stuk luchtiger is als ja, je ziet het veranderen. Ja. En dan gaat dadelijk het chocolademengsel erbij. En dan ook het meelmengsel. En dan kan hij al in de oven. Dus de eieren zijn nu luchtig. Dus dan gaan we hem naar de laagste stand zetten. Oh, dit is uit. Laagste stand. En dan gaan we het chocolademengsel toevoegen en het meelmengsel. Kom maar, zal ik hem even openen? Yes. En het meelmengsel. Gaat er ook helemaal in. En dan laten we hem nu eventjes draaien. Maar je ziet wel dat hij aan de zijkanten blijft de meel een beetje hangen. En daarvoor is de spatel. Ja. En dan laten we hem nog heel eventjes draaien. En dan kan hij dadelijk in de springbollen. En dan kan hij al in de oven. Lekker! Lekker, lekker! Straks zijn we klaar. Yes. Dus we gaan het even uit de kom halen en daarna kan het in de oven. In de oven. Yes. En eerst in de springvorm natuurlijk. Bakje. Kom eruit. En dan moet je altijd even goed voelen of je onderaan niks meer heeft laten aankoeken. En je ziet het beslag is best wel vloeibaar. Maar als het goed is, komt het goed in de oven. Ik heb overal chocola. Lekker. Lekker. Nou, hij is klaar. Yes. Hij kan de oven. Yummy, yummy, yummy. Dat was niet zo. Dat was iets stroever. Oh, daar gaat die deur uit. Gewoon schuiven. Yes. Lucky, lucky. Lekker, lekker. En dan gaat hij nu voor zo'n 45 minuutjes de oven in. Dus dan gaan we even een kookwekkertje zetten. Die zit niet helaas bij ons op de oven. En dan, die staat hier. Pa, 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 pa. 45 minuutjes. Hoe kan ik hem omhoog doen? Oh. Oh, heel fijn dat piepje. Ja, ik zag even niet hoe ik was. Yes, en dan op start. Yes, en dan is het nu wachten. Smullen dadelijk, jongen. Smullen, smullen, smullen. Yummy in my tummy.
Ding, 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 ding. Zullen we die eerst even uitzetten? Oh. Oh, wat lekker. Zal ik even kijken? Ja? De soepen? Poot. Oh, wat lekker man. Ja, hij is wel goed toch? Hij is goed. Ja. Oeh. Ga je niet aanraken, want dat is heet. Delicious. Oeh, it's looking good. En nou moet hij heel even 10 minuten, ongeveer. Afkoelen in de springvorm. Ja. En je ziet, hij begint al een beetje los te laten en de randjes is goed. En dan gaan we daarna even met de mes langs de randjes. En dan is hij klaar. Ja, nou, we gaan dus nu de taart uit de vorm halen. Hij was heel bol toen we hem eruit halen. Hij is iets ingezakt, maar dat maakt voor de smaak verder niet uit. En we hebben ook frambozen gesneden. Dus daar gaan we mee beleggen. Ik ga gewoon voorzichtig met mijn mes... langs alle randjes, maar hij was al best wel losjes. En dan kunnen we, als het goed is, deze er zo afhalen. Nou. Nou, hij ligt erop. Het was een bevalling, maar hij is een klein beetje gescheurd, maar hij ligt erop. Hij is lekker, we hebben al een beetje kruimeltjes geproefd. Mm-hmm. Dan gaan we nu beleggen met de framboosjes. En dadelijk ook kijken wat poedersuiker en dan is hij klaar. Helemaal klaar? Yes! Wow. Dan is de vraag... Oeh. Yummy! Yummy and my tummy. Hier. It's delicious. Gaan we... Daar gaat het eerste stukje, dames en heren. Mm. Oeh, looking good. Oh, kijk, en dit is mooi, want hier is hij gebroken, dus dit is perfect één stuk. Mm. And the next. Oh nee, mijn puntje. Ja, ik heb het. Yes, yes. Nee, blijf eraan. Zo. Nou, Ink. Van boosje pikken. Dit was... Oh, lekker framboos. Oh. Dit was een zeer geslaagde bakdag. Ja. Ja. Was heel gezellig ook. Ja. Nog even naborrelen. En hoe noem je dat? Evalueren. Ja, lekker even anders evalueren van deze... Dag? Ja, zeer leerzame bakdag. Hm. Nee, maar even serieus. Nog een beetje nagletsen, beste. Ja. Ja, het gaat helemaal. Het was very gezellig. Ja. Oh, sorry. Het was heel, heel gezellig. Ja. Vond je het ook gezellig? Ik vond het heel leuk. Het was wel ook wel weer leerzaam. Mm-hmm. Ja, dat is echt. Ja, dus ook voor jullie. Mm. Als je een vrij taartje wil bakken, is hij lekker. Hij is echt heel lekker, boys. Oké. Hij is ook omdat hij nog zo'n beetje zo. Zo'n beetje sticky. Oh, lekker. Perfect taartje, jongens. Echt een aanrader. Dus... Ja. En ook nog glutenvrij. Dus als je lekker taartje wil bakken, kijk deze vlog. Ja. Geniet ervan. Like en abonneer. Like en abonneer. Zeker. Altijd. En laat vooral een reactie achter. Doe dat. En laat ons weten of je hem ook hebt gemaakt. En hoe die was. Ja, hoe die was inderdaad. Het was gelukt. Of hij net zo lekker was als die van ons. Mm-hmm. En dankjewel voor het kijken. Yes. Doei doei.